Oh, nou zit ik in een animatiefilm met sneeuw. Ja, het is heel gek. Hoe is de ervaring op zich? Oké, nou wordt het heel eng. Hij komt heel dichtbij. Nou, virtual reality, je zit echt midden in de film. Dus je kijkt niet meer naar een film, maar je zit er middenin. En eigenlijk overal om je heen gebeurt het. Dus iedereen heeft ook zo'n bril op, een 360 graden virtual reality bril. En het kan dus links van je gebeuren, rechts van je, achter je. En dat is dus echt ja, gaaf en je moet het echt beleven. Ja, je kijkt helemaal om je heen. Hè? Het is helemaal 3D, maar dan ook echt 360 graden. Is het anders dan de gewone bioscoopervaring? Ja, je wil het ook aanraken, omdat je gewoon... Je ziet alles, ook omdat je om je heen kijkt en je ziet geen andere mensen. Dus je denkt dat je er echt in zit. Heb je toevallig al gezien hoe het eruit ziet als je om je heen kijkt zonder bril? Nee, maar ik heb wel een vermoeden. Maar is het heftig, zo'n film? Nou, virtual reality is best wel heftig, want het is ongeveer 3 keer zo heftig als een normale film. Omdat het eigenlijk overal gebeurt, dus je brein moet heel veel indrukken verwerken. Maar we hebben hier nooit iemand die hier misselijk wegloopt. Daar zoeken we echt de films op uit dat dat ook niet gebeurt. Films duren ook max een half uurtje of zo. Ja, klopt. De beleving is maximaal een half uur. En dan zien we eigenlijk dat mensen het dan is het genoeg geweest eigenlijk. Dus een half uurtje.